Luc, kan geen toeval meer zijn, hè? Nee, ja. Ik denk dat ze ook niet. Ik denk gewoon dat we als team ons gewoon heel goed voelen, fit voelen. En ook al zitten we niet lekker in de wedstrijd, we weten dat we fysiek sterk zijn en kunnen blijven gaan. En dan moet je ook op het einde van de wedstrijd nog het gevoel hebben dat het kan. En natuurlijk moet je ook een beetje geluk bij hebben, maar als het elke keer zo gebeurt, ja. Dan we zijn gewoon fitter. Zou je op een gegeven moment ook de conclusie kunnen trekken? Want heel veel mensen zeggen, het is geluk, maar... Het gaat er gewoon om dat je blijft loeren op die mogelijkheden. Kijk, Pek speelde gewoon goed de tweede helft. Daar moet ik ze complimenten voor geven, zeker. En dan moet je het gevoel blijven houden dat die kansjes toch zullen komen bij ons altijd. Daar hebben we genoeg kwaliteiten voor in lopen. En dat je dan ook na het einde van de wedstrijd, wat je zegt, we voelen ons fit. We zijn fitter, denk ik, ook dan tegenstanders vaak. En dan moet je ook bereid zijn om voor die goal te komen nog. En ook al is het soms 50, 60 meter, dan moet je dat blijven doen. En die loopacties zie je jongens blijven maken, ook terug en terug. Hij leek voor mijn gevoel nu wel echt ver weg, dat doelpunt. Want jullie zaten echt, als ik zeg, niet in de wedstrijd. Is dat nog een understatement? Ja, nee, het was zeker een slechte tweede helft van ons. Dat geef ik toe. Wat lag het aan? Ja, wat ik al zei, ik moet ook complimenten aan Pek geven. Die hebben ons heel erg goed onder druk gezet. En wij wilden soms blijven voetballen. Maar soms moet je aanvoelen dat dat niet kan als het allemaal één op één komt te staan. Dan moet je ook soms zoeken voor misschien iets directere bal. En met de jongens als Lozano, Bergwijn en Mali erin komen. Pereiro eronder, Mauro Junior. Dan weet je dat als je daar een tweede bal op kunt pakken, dat je ook het spel kan maken. En dan soms moeten we misschien een afwisseling in zoeken een beetje. Als we het voetballen niet doorheen komen. En nu bleven we soms te veel voetballen. En Pek deed het goed. En gelukkig maken ze geen tweede, maken wij wel. Je was weer ouderwets belangrijk. Je maakt je eerste. Moet goed voelen, maar sowieso in de hele ploeg. Geeft dit nou juist wel of geen vertrouwen? Kijk, het geeft vertrouwen dat je weet dat je altijd kansen krijgt in de wedstrijd. Altijd krijgen we onze mogelijkheden. Ook al zitten we niet lekker in de wedstrijd. Maar dat jullie in de laatste minuut kunnen scoren, dat weten we inmiddels. Ja, klopt. Maar ook, ik wilde ook gaan zeggen dat we ook hierover moeten gaan praten met elkaar. Dat het tweede helft gewoon niet goed was van ons. En dat zullen we ook zeker gaan bespreken en analyseren. En hoe we dat beter kunnen doen en waar we dan meer een oplossing moeten zoeken. Ik moet je ook gewoon zeggen, die blijven gewoon lastig uitwedstrijden, Pek Zwolle ook. En op kunstgras en jongens, we hebben toch altijd een goed team in. Ja, zeker, want een conclusie die je zou kunnen trekken is ook, dit kan natuurlijk niet goed blijven gaan. Ooit zal het een keer niet goed blijven gaan, zeker niet. Nu drie keer achter elkaar, ja. We moeten het ons zeker makkelijker gaan maken en dat beseffen we onszelf ook al zo goed. Maar het is wel lekker dat je het kan. 3 punten, dat telt. Zeker. Dankjewel.